Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. In deze video laat ik jullie even precies zien wat de verwachting is van de nieuwe Thunder Kings. Om even terug te spoelen in de tijd, afgelopen jaar verschenen er dus verschillende nieuwsberichten dat knalvuurwerk en singleshots vanaf 1 december dit jaar dus officieel verboden zijn. Er zijn nog heel veel mensen die dat niet weten. Dat merk ik aan de reacties in de DM's en onder de video's. Dus dacht ik, weet je wat, ik maak gewoon even een algemene video van. En dan gaan we ook even de nieuwe producten doornemen. De reden waarom de video nu pas is, is omdat ik echt even wachtte op de meeste video's van de producten zelf, van de nieuwe producten. Om ja, een goed beeld aan jullie te kunnen laten zien wat ze dit jaar gaan verkopen. Dus, en ik heb daar eigenlijk wel echt dagelijks naar gekeken op internet van, hey, wat komt er nou? En eerlijk gezegd wist ik al dat er een vervanger zou komen. Ik ben bij verschillende vuurwerkimporteurs geweest afgelopen voorjaar. En die gaven al aan van, we gaan toch weer met single shots verder. Alleen dan in de categorie mines. Dus onder het mom van mines gaan ze dus de Thunder Kings wel verkopen. Maar eigenlijk zijn het al geen Thunder Kings of single shots. Maar zijn het dus mines en dan mag het dus weer wel. Het verbod is er dus doorheen. Om het volgende, daar moest ik wel even om lachen en dat wilde ik even met jullie bespreken of even met jullie doornemen. Mark Rutte zei al eerder dat de afgelopen jaarwisseling totaal is misgegaan. Daardoor is dus het knalvuurwerk in Nederland en de single shots verboden. Nou, iedereen weet, die een beetje van vuurwerk houdt, dat als afgelopen oud en nieuw helemaal is misgegaan, dan ligt dat natuurlijk nooit aan de Nederlandse rotjes en die Thunder Kings die ze hier verkopen. Dat weten wij, maar zij helaas niet. Daardoor zijn ze dus verboden. En ik vraag me ook even af of je hiermee juist niet de problemen op je hals haalt. Want wat ga je nu krijgen? Ik zag ook een aantal dagen geleden, link zal ik wel even in de bio zetten, een artikel op ad.nl dat Belgische vuurwerkverkopers zien dat er veel meer Thunder Kings worden verkocht dan afgelopen jaren. En dat ze daar ook echt op inspelen. Dus ik zag nu al, ik kan de winkels niet noemen jongens, anders natuurlijk weer aanzetten tot. Maar er zijn verschillende winkels in België die dus nu echt stunten met de Thunder Kings die wij in Nederland altijd hadden. Omdat ze ja, weten dat ze hier niet kunnen halen. Als je dan kijkt naar wat het waarschijnlijk oplevert, is zo dat mensen gaan natuurlijk niet enkel voor Thunder Kings naar België. Dus als iemand nu aan zijn vader vraagt, ik wil voor Thunder Kings naar België, is de kans zeer aanwezig dat je dan ook voor de nitraten gaat. En dat je dus eigenlijk juist het zwaardere illegale deze kant op haalt. Maar helaas zijn ze niet allemaal zo slim als mij in de politiek. Dus moeten we daarmee maar voor lief nemen. Iedereen weet dat het zo werkt, maar helaas, ze verbieden het verkeerde. En ze denken niet na over wat voor gevolgen het zal hebben als je dat verbiedt. Mensen gaan toch op zoek naar zwaarder. En als je nu naar België gaat, ga je dus niet voor de Thunder Kings enkel. Althans, het lijkt mij sterk dat je daarheen gaat voor een paar Thunder Kings. Als je daar dan toch bent, ga je dus ook gelijk voor een paar pakjes nitraten bijvoorbeeld. Categorie 3 Thunder Kings zijn dus verboden. Dan heb je het over deze Thunder Kings. Die hebben we expres bewaard. Iedereen heeft ze wel gezien in de compilatie van Oud en Nieuw. Die zijn dus verboden. Niet op het moment dat jullie deze video kijken, maar vanaf 1 december 2020. Dus komende december, 1 december, zijn ze verboden. Tot die datum mogen Nederlandse verkopers ook die Thunder Kings in hun bunker hebben. Maar vanaf 1 december gaan ze er dus op controleren. En ja, de verkopers worden wel tegemoet gekomen in het verlies die ze maken. Dus als ze nog voorraad hebben, dan worden ze daar wel tegemoet in gekomen. Dat staat wel op de site van de overheid. Eigenlijk moet ik zeggen, alle importeurs die hebben eigenlijk een vervanger gevonden. En dat zijn dus single shots. Eigenlijk geen single shots, maar het zijn wel Thunder Kings. Maar dan onder de categorie mines, zoals ik net ook al zei. Wat doen ze? Het is een mine, dus die gaat de lucht in en daarna een knal. Dan vallen ze dus niet meer onder de single shots, maar onder de mines. En nou, los van de vragen die ik erover heb, wat ik niet begrijp, want de importeurs hebben zelf met z'n allen mee ingestemd van prima, verbied het knalvuurwerk maar en de single shots. Want dat helpt onze branche omzeep. Ik ga jullie een aantal voorbeelden laten zien waarbij de nieuwe Thunder Kings misschien nog wel zwaarder zijn dan de Thunder Kings die we vorig jaar hadden. Ik ben wel bang dat het volgend jaar alsnog helemaal voorbij is met dat product. Want het is een maas in de wet als je het zo wil zien. Net zoals P1 in België. Maar op een gegeven moment komt er toch weer een nieuwe regel overheen waardoor ook de mines verboden worden. Let maar op. Dus laten we beginnen bij de grotere. Dit is dus, die zijn dus verboden, maar ze hebben dus wel die grotere dit jaar als vervanger. Dan gaan we naar de 2-inch RTC Street Video.
Nou, hier gaat hij dus testen. We zullen zien. 50 grams. Mooi brokje kraanvlees. Ik zou zeggen, geniet ervan. En zeer gaat hij, 2 inch RTC. Jullie zien dus, ze zijn dus wel, de knallen zitten erbij, eigenlijk hetzelfde als deze. Maar omdat ze dubbele knal hebben, zijn het geen single shots. Daardoor heb je dus deze alternatieven, 2 shots in een buis en dat mag dus dit jaar wel. Dus dat is hartstikke mooi, want ik verwacht dat die knallen minstens even goed zijn. Misschien wat minder, maar ik verwacht eigenlijk, ik heb er hoge verwachtingen van wat ik te horen heb gekregen. De volgende is de Thunder Kong DD van Leslie. Jullie zien het. Eerst cracklin en daarna 2 knallen. Dat is dus geen single shot en daardoor mogen ze, ja, hebben ze dus deze alternatieven naar voren gebracht. Ik ben zeer benieuwd naar hoe ze zijn, dus we gaan ze ook direct testen. Maar ja, het is gewoon wel lachen om te zien dat de Thunder Kings eigenlijk helemaal niet verboden zijn. Althans, niet hoe wij ze verwachten. Dit is wel een grotere. Die is van de Crown Collection. De Big Hunter. En dan ga ik even de video afspelen. Die is dus zelfs 3 shots. Ja, en het zijn gewoon mooie producten. Enige nadeel hieraan is dat de vraag is nu zo groot naar deze dingen, dat ze ook de prijs gaan verhogen. Want die Thunder Kongs, ik weet niet of ik het bij het juiste product zeg, maar de Thunder Kongs, dat zijn er 20 in een doosje. Daar betaal je dus al waarschijnlijk 10 euro voor per 20. Wat veel duurder is dan wat we gewend waren van Thunder Kings. Die werden echt als bulk packs verkocht voor paar enkele euro's. Dat zal je dus dit jaar niet zo heel snel meer tegenkomen. Die zullen echt wel wat duurder zijn. Ja, hier heb je de eentje van Catan, de Double Thunder King. Ja, je ziet het, goede knallen. Althans, op beeld is het altijd anders. Maar de knallen die je hoort, die zijn gewoon goed. Het andere voordeel vanwege deze regel is ook dat ze dus heel erg creatief worden. Met cracklin ertussen, maar zelfs ook scream. En dat vind ik altijd lachen. Jullie weten het allemaal, ik was ook de eerste met Thunder Kings met rook erin. Blauwe rook, rode rook. Iedereen vroeg ernaar, Thunder Smoke Shock. Die zijn op een gegeven moment uitgehaald. De Thunder Kings Scream van Catan. Dus ze worden wel, zoals ik al zei, veel creatiever. Hier heb je bijvoorbeeld van Wolf de vette Crackling Shock. Nou, we zullen zien. Ik weet wel een beetje hoe ze zijn. Nou, dat dus. Nou, dit zijn hele mooie dingen. Het lijken wel knetterballen in de lucht. Ik denk dat ik er wel een paar pakjes van haal. Maar de normale Thunder Kings die je net zag, die dubbele shots en zo, ja, dat vind ik gewoon gaaf. Dus die gaan we zeker halen voor oud en nieuw. En misschien een tip aan jullie. Ik zou ze echt goed inslaan, want ik verwacht dat deze niet lang zullen overleven, die Thunder Kings. Want ja, Thunder Kings zijn verboden, maar eigenlijk nu ook weer niet. En dat lijkt me niet de bedoeling uiteindelijk. Wolf, die adverteert zelfs met de Thunder King 3.0, de hardere en betere shocks, noemen ze ze. Laten we die even checken dan. Ik ben wel benieuwd geworden. Zijn dat 2 shocks of... Ja, 3. Dat zijn 3... ja, 3 knallen zoals jullie zien. En daar zitten er dus van, ik moet even kijken hoor, 5 in een doosje. Ook van karton nu. Ben benieuwd hoe die zullen zijn. Want dit lijkt me, ja, dit is niet echt een bulk pack. Dit zijn er echt 5. Hoeveel ervoor ben ik gaan betalen, weet ik niet. Ik ben bang voor een eurotje of 7, 8 euro. Ik ben er heel erg bang voor. Maar ja, desalniettemin ben ik wel heel erg benieuwd ernaar. Maar de tijden van de bulk packs, denk ik dat ze wel verboden zijn voor een goede prijs. Nou, dit waren een aantal voorbeelden. Er zijn veel meer voorbeelden bij andere importeurs en winkels. Maar de reden waarom ik dit nu aan jullie laat zien is omdat eigenlijk dit de varianten zijn die je heel veel zal tegenkomen deze oud en nieuw. Dus dan heb ik het over geel en knal, dubbele knal, drie dubbele knal zelfs, cracklin.
dat soort dingen zou je heel veel terug zien komen. En er zijn heel veel dus andere video's ook te vinden. Kunnen jullie allemaal even zoeken. Maar dit zijn eigenlijk de dingen die je voornamelijk gaat zien met Oud en Nieuw. Zoals ik net al zei, als ik jullie was zou ik ze goed gaan inslaan. Want het jaar daarna zullen ze verboden worden. En ook nog even om terug te komen. In België zijn ze zo erg aan het stunten met die prijzen. Dat ik denk dat het juist een omgekeerd een effect gaat krijgen. Dat iedereen juist naar België gaat voor de Timber Kings. Omdat ze goedkoper zijn. En dan kan je natuurlijk gelijk even 10 pakjes nitraten meenemen. Dat lijkt me dus niet de bedoeling van het verbod op dit product. Maar misschien willen ze dat wel. Want dan kunnen ze natuurlijk na Oud en Nieuw zeggen. Nou jongens, deze regel heeft ook niet geholpen. We gaan heel het vuurwerk aan banden leggen. Dus misschien zit er ook wel iets achter. Ik wil dat niet. Ik kan het natuurlijk nooit bewijzen. Maar soms denk ik wel eens bij mezelf. Het lijkt alsof ze het expres doen. Babypeltjes verbieden. Romeinse kaarsen verbieden. En dat soort dingen. Dit was de video jongens. Ik wilde jullie even kort meenemen in de alternatieven die ik gevonden heb. En ik heb al een aantal doosjes besteld. Gaan jullie binnenkort zien in de bestelvideo. En voor nu is het gewoon even wachten op de verkoopdagen. Dit jaar pas de 29ste. En dan kunnen we ze uittesten. Ik zie jullie weer bij de volgende video. En voor de mensen die wachten op stookvideo's, er komt veel meer aan. Maar we willen straks meerdere keren per week gaan uploaden. En daardoor moeten we nu heel veel tijd investeren in het opnemen van nieuwe video's. Maar we komen er binnenkort aan jongens. Nieuwe stookvideo's. Later.